SC Cambuur heeft Rob Maas aangesteld als hoofdtrainer. Cambuur was na het vertrek van Marcel Keizer naar Jong Ajax naastig op zoek naar een nieuwe trainer en wou in eerste instantie clubicoon Fred Grim binnenhalen. De KNVB liet de coach van Jong Oranje echter niet vertrekken, dus werd er verder gezocht. De 46-jarige Maas, die zijn spelerscarrière volgde bij onder andere RKC Waalwijk, Feyenoord en het Duitse MSV Duisburg, tekende een contract voor de duur van 1 jaar. Blij dat ik hier mag zijn. Trots om voor deze club te mogen werken. Ik kom terecht bij een warme volksclub, zoals ik het begrepen heb, waar hard werken centraal staat. Iets wat me heel erg aanspreekt. Ik hou daarvan. Ik heb daar zelf ook ervaring mee gehad als speler om voor dat soort clubs te mogen spelen. En toen Henry mij belde met de vraag of we een keer konden praten over een eventueel contract, ja, was ik blij verrast. Want ik wist dat na een teleurstellend seizoen men gaat zoeken naar mogelijkheden. Ik had niet verwacht dat men bij mij uit zou komen. Dus ik was blij verrast. Wat me opviel is dat er rust heerst binnen de club na een teleurstellend seizoen. Als je degradeert is dat altijd teleurstellend. Maar als je weet waar het aan ligt en als je dan de rust kan bewaren als organisatie en je hebt een plan, ja, dan ben je al op de goede weg. Mijn manier van spelen zal niet veel anders zijn als die we bij Vitesse gehanteerd hebben onder Peter Bos. Dus al met al zit hier een hele blije trainer die heel veel zin heeft om met Cambuur weer daar te komen waar we uiteindelijk willen zijn.